Lieve kinderen, hier is Sinterklaas weer. Nou, een nieuwe dag op het kasteel in Nederland. Een dag vol met verrassingen. Ik weet niet wat de pieten van de staf van Sinterklaas vandaag hebben, hoor. Alsof ze voelen dat het nog maar 5 nachtjes is tot de aankomst. Iedereen doet opeens heel erg druk. Het is te veel wat ik moet doen voor Sinterklaas. Ik moet... Jongens, dat staat klaar hier. Zeg, het is geen real life show. Waar weet jij? Nou, sorry hoor, Bakkerspiet. Ik keek gewoon eventjes mee. Nou ja, of iedereen zo hard aan het werk is. Laten we eens een kijkje nemen bij jonkvrouw Willemsbos, Beaatje. Wie stoort mij tijdens mijn drukke werkzaamheden ter voorbereiding van zijne klaasmeiterheid Sint van Spanje? Jonkvrouw Bea, er komt straks groot nieuws van Bakkerspiet. Uw aanwezigheid is op 1,5 meter gewenst. Ja, Pieterman, moet ik even in mijn agenda kijken of ik daar wel tijd voor kan vrijmaken. Bakkerspiet met groot nieuws. Dat kan maar 1 ding betekenen. Iets lekkers waarschijnlijk. Ondertussen wordt er door Illusiepiet druk geoefend. Hij heeft voor de Bonte Pietenavond een grote truc bedacht. Oh, ik zou dit ook echt zo graag willen. Wat? Assistent Pietje zijn. Ja, oh, dat lijkt me zo cool. Nou, weet je wat ik heel graag zou willen? Ik heb hier een truc van de Sint, die droog op de pakjes bot zit. Ik heb hier een truc, een illusie. Excusez-moi, wat gebeurt hier? Nou, Illusiepiet heeft een nieuwe truc. Een nieuwe truc? Ja. Heeft hij een nieuwe vrachtwagen? Nee, een goocheltruc. Ja, een goocheltruc? Ja, ja. Maar bij een goocheltruc, daar hoort live muziek. Daar hoort een live zanger. Zoek niet verder. Hier ben ik. Nou, daar gaan wij. Ja. Hip. Nou, jongens, ik begin net met mijn grote shot. Hey. Ja! Oh. Yeah. Ja! Oh. Ja! Ik heb hier een truc. Wat is dit? Goed dat je het even aangeeft. Ik ga er zeker mee bezig. En beste allemaal, Pietermannen, hebben we allemaal warme chocomel met speculaas? Ik heb 40 stoelen ingezet, maar de opkomst is... dat is jammer. Waar is iedereen? Dat is even... Ja, druk. Iedereen is druk. Zelfs mevrouw Willemsbos is verhinderd. Zij het op 1,5 meter afstand. Oh, wat jammer. Dat is... Hier ben ik. Ja... Goed, mevrouw Willemsbos, alle andere Pieten, welkom bij dit bijzondere moment. Zoals jullie allemaal weten, komt de grote Pietenavond eraan. En wie was er vorig jaar de grote winnaar? Bakkerspiet! Spaans recept, weken mee bezig geweest. Die marsepeinenstaf hebben we met z'n allen in 1 avond opgepeuzeld. Sinterklaas zei, Bakkerspiet. Je bent de beste. Ja, jongen, Bakkerspiet. Vorig jaar vond Sinterklaas alles lekker. Iedereen was tweede en kreeg zo'n mooie rode Sint-medaille. Maar de eerste prijs was voor... Liedjespiet. Met zijn fantastische vertolking van... Er staat een paard op het dak. Weet je nog? Hoorde ik hier mijn naam? Daar gaan we met z'n allen. Er staat... Paard op het dak! Zaal 17, dat is een workshop. Liedjespiet. Oké!
bouwt de spanning langzaam maar zeker op naar mijn grote pietenavond mengsel voor dit jaar. Ik weet zeker, pietenmannen en pietenvrienden, mevrouw Ilsbos, dat Sinterklaas bij het zien van deze verrassing uit zijn troon opstaat en zegt: Bakkerspiet, je overtreft jezelf met iets smaakvols, iets temperamentvols, iets Spaans. Huh? Ja? Een anderhalf meter hoge staf? Nee, dat is het niet, met je anderhalve meter. Het is de grootste pepernoot ooit gebakken door jullie enige echte bakkersdienst. Mag ik even een klein applausje, nu al voor mij, want ik heb er heel hard aan gewerkt. Kijk, het zijn hele mooie maten. Ik heb de maten met 7, maar dat is ook nog heel belangrijk. Ik heb een assistente nodig. Ja, ik... Of een assistente. Nou, dit is nou helemaal mijn ding. Dit is waar ik al jaren op wacht. Wel, sorry door. Zoek niet langer. Ik kom je helpen, bakkertje. Wat een prachtige jurk. Dit is precies de assistente wat ik zoek. Kijk wat ik heb uitgedacht. Dit is dus de dinges met de... Dinges met de... Weet je wat, kleine Piet? Anders gaan wij samen dansen op de Botte Pietenavond. Oh ja, dat vind ik hartstikke leuk. Goed idee. Oh, ja. Dan gaan wij samen de Spaanse tja-tja-tja doen. Ja. De grootste pepernoot op aarde. Ik ben reuze benieuwd. Ook naar de Spaanse cha-cha-cha. Jullie ook? Morgen weer een nieuw avontuur bij de staf van Sinterklaas. Hallo? Ja, ik wou graag even een bestelling doorgeven. Ik wou graag 10 marsepijnen varkentjes, een pond... Hallo, zeg, zijn jullie daar ook? Wat leuk dat jullie kijken, zeg. Ik was net een bestelling aan het doorgeven. Ach, als je dit nou leuk vindt, druk dan even op like. En abonneer je op de staf van Sinterklaas. Ga ik door met bestellen. Hallo? Hallo? Opgehangen.